En je moet dus letterlijk een bork betalen voor deze cocktail. En ik vraag me echt af waarom. En ik ben al echt... De lat ligt nu zo hoog dat als deze cocktail teleurstellend is, ga ik echt huilen. Goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill. Het is vandaag maandag. En ik ben in Manchester. Mocht je dat gemist hebben, kijk dan even de vorige twee vlogs terug. Wij zijn met Lush op persreisje, wat echt super gezellig is. En het is vandaag maandag dag 3 en ik ben nu onderweg naar de ontbijtzaal. En wij gaan vandaag wederom weer naar de Lush Showcase. En dan gaan we daar nog verschillende activiteiten doen, lezingen bijwonen. En vanavond gaan we weer uit. Maar ik weet het niet zeker of ik weer... de camera mee gaan nemen. Zo, iedereen heeft ontbijt. Witte bonen en tomatensaus, super Engels. Ik heb cornflakes en een croissantje. Wij gaan lekker eten als iedereen terugkomt. Het enige wat ik nog nodig heb, koffie. Oké, dit is echt absurd, maar ik heb dus geen tampasta meer. En ik heb van Diana tampasta gekregen. Ik heb het nu dus op mijn vinger gedaan. En nu ga ik snel naar mijn kamer. Hopen dat de lift er is en dat niemand in de lift staat. En dan ga ik mijn tanden poetsen. Ik wil gewoon mijn tanden kunnen poetsen. Ik vind dat echt vies. Ja, maar soms is het gewoon zo moe dat ze gewoon in slaap als geval is. Wat gebeurt hier nou precies? We zijn een kaart aan het sturen naar Jason. Maar we mogen een kaart sturen naar Jason. Ik heb het even helemaal gemist. Diana, vertel het. Als ik dat dicht ben. Diana, je bent een vrouw of niet? Nee. Nee, het is. Je moet post of vibes die wil sturen. Dus ik ben. Jason is alles tot je naar het hotel draagt. Dus ja. Ik ben er voor elkaar gekomen. Dat was niet de bedoeling. Oh, dat staat er ook echt. Ja? Dat was niet de bedoeling. Lul? Oh, dus dat staat er nog lul? Oké, we willen zometeen nog naar de luchtballon. Ik hoop dat de rij nu wat rustiger is. Het is wel rustiger dan. Oké, nee, is een grapje. Heb je nou die rij gezien, Ruby? Holy fucking cow! Okay. Rij van de kassa. Ja. Boy, yo. De dag die je wist zou komen is eindelijk hier. Yeah. Woe! En we zitten in de blauwe ballon. Anticlimax. Oh mijn god, dat ding beweegt. Niet te veel beweegt. Thank you. Bye. Oké, nu gaan we bruisballen maken. Oké, wat gaan wij precies doen? Bruisballen maken. Bruisballen maken. We hebben handschoentjes. Er staat een tering lange rij, maar het is het waard, want we gaan onze eigen bruisbal maken, die ik nooit ga gebruiken. Dat vind ik dan weer zonde. Dat is zeg maar de story of my life. Ik heb super veel Lush producten, omdat ik het altijd zonde vind om ze te gebruiken. Ik kreeg net een appje binnen, die kan ik niet meer zien. Maar goed, Diana, Alex en Sabrina en Jason die staan aan de andere kant in de rij. Er is nog een mogelijkheid om zelf je lusproduct te maken. Ik denk dat wij eerder zijn. Ik denk ook dat wij eerder zijn, dus we hebben het goed gedaan, babe. We hebben het goed gedaan. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. Diana heeft een candy cane gemaakt. Aan de andere kant mocht je dus andere dingen maken. Alleen hier kon je niet zelf de kleuren uitkiezen. Superleuk! Yes. Een van de dingen die ik dus echt heel graag wil, is een goede verzorging voor mijn gezicht. Ik vind dat echt een soort van cadeautje aan jezelf als je je huid goed verzorgt. Nou, dat is iets waar ik eigenlijk nog best wel veel van kan leren. Dus ik ga nu samen met Ruby gaan wij
mensen aanspreken om te kijken voor een goede crème. En er is een soort van zeezout shampoo, die heet Big. En dat schijnt echt de shit te zijn. Die wil ik ook heel graag hebben. Deze. Yes. Deze heb ik echt nodig in mijn leven. Oké, ik krijg nu een consult voor mijn huid. Dus ze gaan verschillende dingen volgens mij bij me proberen. En ik krijg advies en dergelijke. En dan kan ik daaruit een keuze maken voor een goede crème. Dus dat vind ik wel heel interessant. Ik heb wel Ruby bij me. Want zoals jullie weten ben ik niet helemaal opperbest met talen. Ik kan Nederlands niet eens, laat staan dat ik super vloeiend Engels spreek. Ik kan het echt wel een beetje volgen, maar ik vind het fijn als er iemand bij is die het wat beter kan. Dus ik wacht wel even op Ruby. Ik heb net een body masker opgedaan. Die is dus nog niet te koop. Er komt dus in Frankrijk een Lush winkel met allemaal fresh producten. Dus allemaal echt super clean en nieuwe producten. Een hele andere soort winkel dan dat jullie gewend zijn. Ik wilde heel graag de body masker. Dat moet je er dus afhalen daarna. Hij plakt een beetje en hij ruikt heel lekker naar aardbeien. Maar helaas is hij niet te koop. Je denkt je kunt het eten, maar niets is minder waar, ook al zit er wel popcorn op. Dit is ook zo'n lekker product, ik wil dat ook echt hebben. Ja, wat was het nou ook weer? Het ruikt echt super lekker. Het is ook een gezichts... om je gezicht weer schoon te maken. Ik heb nu een stuk popcorn, hij ruikt echt super lekker. Ik heb net een heel consult gehad en ik heb nu twee producten. Een cleanser en een dagcreme die ik heel graag wil hebben. Dus die moet ik straks aan Ruby doorgeven. Ruik naar vis. Ja. En die alles kan lekker ruiken. Dit ruikt echt extreem naar vis. What the hell. Hier zijn weer allemaal echt super verse producten. Ik denk dat dit ook allemaal is wat ze dus in Milaan verkopen. Ziet er net uit als een heel lekker toetje allemaal. Deze rook zo lekker. Maar het is net kots. Die had ze net op mijn hand gesmeerd. Maar wat ruiken we? Het ruikt een beetje naar pap. Ja, maar er zit ook oatmeal in. Oh, maar wat ruiken we dan precies? Noten, honing. Wat staat hier? Hij is wel lekker. Ja, noten, almonds. Maar dit is ook niet in de shop verkrijgbaar, toch? Wow. Deze wel, ja. Oh nee, niet in die shop daar, maar gewoon in een normale winkel kan je het halen. Ik blijf deze foundation zo interessant vinden. Oh, deze is veel te oranje wel. Hij is wel heel erg olieachtig. Maar ik vind het te olieachtig voor mijn huid. Ik hou wel van een beetje glow. Maar ik denk dat ik dat net iets te heftig vind. Maar je hebt hier dus ook allemaal highlighters. Wow, deze zijn echt intens. Ik weet niet of het goed overkomt op camera, maar deze zijn echt heel mooi. Deze highlighters zijn wel echt de moeite waard. Love it. Het lijkt me wel heel interessant. Ik vind het een pakkende titel. Misschien zegt dat meer over mij. Oké, en we gaan door met het leven. Want, ik heb me net omgekleed. Ik heb me denk ik zo'n 20 keer verschillende outfits aan gehad. En ik ben aan het FaceTime met mijn bae. Because she's always with me. Maar goed, ik moet echt over 4 minuten beneden zijn. Maar ik ben toch altijd de eerste, dus ik doe lekker rustig aan. Luister, ik ben zojuist een half uur met Jill aan het FaceTime. En ze heeft zich 6 keer omgekleed. De haar in de staart gedaan. De haar weer los gedaan. De haar weer in de staart gedaan. Nee, de club. Pleus zei ook echt, Jill, heb je dan weer iets anders aan? Ja, maar hij ziet er nou wel goed uit hoor. De andere 4 keer ook. Maar... Nou ja, nee. Ja, weet je wat het is? Mijn haar moet... Ik moet eigenlijk gewoon mijn haar wassen. Maar ik heb er nu geen tijd meer voor. Dus, en ik heb me eigenlijk ietsje donker opgemaakt. Wat ook niet helemaal de bedoeling was. Maar ja, boeien. In donker ziet toch niemand dat. Je moet gewoon kijken met de lichten uit.
en dan kan het wel. Oké, goed. Ik ga mijn spullen pakken. Wij gaan lekker eten. Ik heb geen idee waar we gaan eten. Maar het wordt sowieso gezellig. En we gaan vanavond weer stappen. Dus daar heb ik zin in. Je hebt busstations en je hebt busstations. Hey. Maar deze hebben allemaal van die dubbeldekkers. We zijn onderweg naar de volgende locatie. En hey, hier is de Primark. We hebben echt nog heel snel een shirtje gescoord voor het uitgaan vanavond. Maar wij zijn onderweg naar het restaurantje waar we gaan eten. Ik heb geen idee. En daarna duiken we de stad in. Eens kijken of hier ook nog wat te beleven is op maandagavond. Nou, dat klinkt allemaal best. Het ziet er echt heel gezellig uit. In dit gedeelte zijn we nog helemaal niet eerder geweest. Ofwel, weet ik het niet meer. Nee, volgens mij niet. Al deze horeca is hier echt allemaal next level. Alles ziet er zo gezellig en leuk uit. Ik kan echt niet met dit. Waarom hebben we dit allemaal in Nederland niet? Nu nog hopen dat het eten net zo lekker is. Ik heb net een cocktail besteld. En je moet dus letterlijk een bork betalen voor deze cocktail. En ik vraag me echt af waarom. En ik ben al echt... De lat ligt nu zo hoog dat als deze cocktail teleurstellend is, ga ik echt huilen. Ruby is nou gewoon bork gaan betalen voor mijn cocktail. Wat is dit? Is dit iets normaals in Engeland of leg even uit? Nee, ik ben nog nooit gehoord. Ik ben echt heel benieuwd wat je moet gaan krijgen. Ik ben ook wel heel... Iedereen is nou zenuwachtig voor mijn cocktail. Oh ja, het heet iets van een kat. Hoe heet die ook? Ik zie een katje. Ik gewoon een sexy cat. Nee. Sexy cat is me. Jongens, de cocktails zijn er. Ja, ja, ja. It's me. Oh my god. Hierin zit mijn cocktail. Oh, die ziet er ook lekker uit. Welke heb jij? Amaretto Sour. Ook lekker. Staat niet voor. Oh ja, het moest ook weer extra zijn. Cheers! Dit is wel een beetje gek. Cheers. Je hebt ook een bijzonder glas, een beetje Halloween is. Het slootwater. Maar is hij net zo lekker is de vraag? Oh, hij is wel lekker. Komt door het glas, ik weet het niet. Ik eet dus nooit buitenlands eigenlijk. Wat raak je daarmee? Ik heb geen idee wat dit allemaal is. Holy shit, er komt nog zoveel aan ook. Wow, het stopt niet. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Alright, het idee was om nog te gaan stappen. Maar iedereen is zo intens moe. We hebben nog wat drankjes gedaan in het hotel beneden. Wat cocktails gedronken. We gaan lekker slapen. Morgen mogen we zelf bepalen hoe laat we gaan ontbijten. Dus dat is wel chill. Dus ik heb samen met Sabrina afgesproken dat wij in ieder geval met z'n tweeën om 10 uur bij het ontbijt zijn. Wij hebben gewoon zin om ook een avond uit te slapen. En ik moet die dag erna moet ik ook nog morgen, zeg maar, de laatste dag dat we hier zijn. Komen we om 9:50 aan, 's avonds of zo. En dan moet ik ook nog 1,5 uur naar huis toe rijden. Dus ik vind het wel fijn om dan gewoon lekker uitgerust te zijn. Trouwens, ik weet niet meer precies wat de benaming is hiervoor. Maar wat ik echt bizar vind aan dit hotel. En dan merk je echt dat dit best wel een luxe hotel is. Is dat ik gistermiddag ben ik gaan slapen. En ik vertel dat ook nog in de vlog volgens mij. Dat ik 's avonds thuis kwam. En dat mijn bed opnieuw was opgemaakt. Maar dit is dus een service dat ze 's avonds gewoon weer opnieuw je bed gaan opmaken. En een soort van ready maken. Als je wil gaan slapen. Vaak staan er dan ook bijvoorbeeld sloffen aan je bed. En is het bed bijvoorbeeld nu niet. Maar dan is het bed zo. Zo zeg maar slaapklaar gelegd. Wij mochten vandaag 5 producten uitzoeken van Lush. Naast het feit dat hier al de hele boel is ontploft. Hebben we dus ook nog een hele tas met producten. Bruisballen in. Die laat ik nog wel een andere keer zien. Want anders moet ik ze er allemaal uithalen. Ik heb dus ook dit. En dit is dus een haarspray. En dit doe je dus in je haar nadat je hebt gedoucht. Op nat haar kun je dit aanbrengen. En dan heb je dus extra volume. En hij ruikt heel erg lekker. En ik heb dit. En dit is een haarserum. En dit doe je dus ter bescherming in je haar. Voordat je het gaat feunen. Of dat je het gaat krullen. Dus daar ben ik blij mee. En verder heb ik allemaal bedbombs. En dit is echt een van de lekkerste ooit. Ik zou willen dat jullie het nu konden ruiken. Maar... het is echt verschrikkelijk lekker. Heel erg bedankt voor het kijken. Welterusten en ik zie jullie snel weer. Doei doei. Goedemorgen of eigenlijk middag. Deze dag liep een beetje anders dan ik had gehoopt en had gepland. 1 uur 's middags.
Ik heb echt een rampzalige nacht achter de rug gehad. We hebben gisteren bij de Indiase keuken gegeten. In ieder geval, die was heel kruidig. En ik merkte dat dat niet echt heel lekker aansloeg op mijn lijf. Dus ik heb de hele nacht op de wc gehangen. En heel veel moeten spugen. En dat was echt super naar. En ik heb denk ik een hele rijsttafel eruit gekotst. Dus vanochtend werd ik wakker en toen was ik echt hartstikke ziek. En toen kwam Ruby heel veel langs en toen hebben we gevraagd of ik wat later kon uitchecken. We moesten eigenlijk om 11 uur uitchecken, maar we hadden vandaag een vrije dag. Dus we mochten helemaal zelf bepalen wat we gingen doen. Nou heb ik gelukkig al een paar dagen geshopt, dus het is niet zo per se dat ik dat nou heel erg heb gemist. Toen heeft Ruby even mijn ontbijt gebracht. Dat heb ik netjes opgegeten allemaal. Daar staat nog wat yoghurt en dergelijke. Dat heb ik gegeten en toen voelde ik me al een stuk beter. Toen heb ik ongeveer nog anderhalf uur geslapen. En toen ben ik daarna gewoon lekker gaan douchen. En nou heb ik me klaargemaakt. En dan ga ik naar beneden. Om 4:30 moeten we verzamelen in de lobby. Maar ik denk niet dat ik echt weg ga nog. Ik ga daar gewoon lekker chillen. Ik ga even kijken of ik nog wat kan eten. Ja, ik blijf gewoon lekker in de buurt. Ik heb mijn chest ook... mijn chest is best wel echt een superleuke stad. Ik heb lang niet alles gezien. Maar het is voor nu wel even goed. Ik... Gaan we naar beneden.